Hallo kijkers van Vertuple Games, welkom bij een nieuwe video. Vandaag, zoals je ziet, ben ik in een huis. Niet zomaar een huis, een cool huis. Even serieus. Ik heb besloten een nieuwe serie te starten. Dit is een Feed the Beast Tackit serie. Feed the Beast, dat is een ander modpack dan Tackit. Er zitten wat meer mods in en wat meer variatie. Het lijkt wel op Tackit, want er zitten dezelfde, ook een paar van dezelfde mods in. En ik vind het heel leuk om Tackit te spelen, want gewoon machines bouwen, een beetje prutsen ermee en zo. Dat vind ik gewoon heel erg vet. En zoals je ziet, ik heb hier al een mooi huisje. Ik heb hier een quarry staan, ik zal het even laten zien. Ik heb de engines uitgezet en dat komt omdat er allemaal lava onder zit. Dus dat ding wil niet verder. En dan moet ik eerst die lava eruit halen, maar dat is dus een beetje lastig. Er zitten ook allemaal nieuwe oors, allemaal hele andere oors. Ik kom nog wel te weten wat dat voor oors zijn. Ik weet van sommigen zelf ook nog niet wat het precies is. Ik weet meer van Tackit, want dat heb ik toen heel vaak gespeeld. En dit, ja, er zitten gewoon echt enorm veel mods bij en ook mods ken ik gewoon niet. Dit hier is een quarry, zoals je ziet, heel diep gegraven en nu bij de lava. Oh, en ik heb hier wat kool voor de Stirling Engines. Dat is een engine die op kool loopt, of charcoal, of hout, wat je er ook in stopt. Dan hebben we hier mijn huisje. Product table, dat is gewoon de crafting table. Extra plek. Dus ga ik omhoog. Geef gewoon even een kleine rondleiding door het huisje. Wat ik al heb. Ik heb hier een electric furnace, compressor, extractor en macerator, en die zijn allemaal aangesloten op deze solar panels die je hier ziet, en die zijn hierop aangesloten. Dus ik heb nu volle energie, dus ik kan nu gewoon, als ik oors heb, kan ik ze erin stoppen en het gaat aan de slag. Ik heb ook al wat spulletjes zelf hier in mijn inventory, zoals je ziet. Gloednieuwe mooie sapphire tools. Ga ik naar de kelder, want die heb ik ook. Zoals je ziet, dit noem je een crystal chest. Daar past heel veel in en je kunt er doorheen kijken. Daar gaat alle kobbel van de quarry in. En zoals je ziet, dat is enorm veel. Dirt, gravel, sand. Nou, sand zit er niet in. Doet er niet toe. En ores, zoals je ziet. De raarste namen. Je hebt natuurlijk gewoon coal, je hebt iron. Dat zijn alle basic ores. Maar je hebt ook dark xygorium. En ik heb geen flauw idee wat dat is. En daar kom ik nog wat te weten, dus in ieder geval nog meer van dat, maar dan blauw en groen en light. Nou, dat is, kijk daar nog wel naar. Hier, ik heb heel veel blokken, ik heb nog meer blokken, ik heb allemaal ores, zoals je ziet, gewoon een paar ores. Special stuff, glowstone, enderpearl, daar kom ik later op terug. En nature stuff, zoals je ziet, het is natuurlijk stuff, zoals saplings, seeds. Nou, dit heb ik dan van een skelet, dit spreekt voor zich. Machine dingen en dat is gewoon dingen die je kan gebruiken om machines te maken. Pipes, gewoon pipes. En food en tools, maar er zit niet zoveel in. Zoals je ziet, stone, daar heb ik nu niet zoveel aan, ik heb nu dit. Dus ja, dat is wat ik nu al heb. En wat ik dus in deze serie ga doen, is ik ga gewoon survivalen. Ik heb expres het minen overgeslagen, want het is niet altijd leuk om minen te kijken. Ik moet natuurlijk nog wel een keertje minen als ik geen oors meer heb. Maar in ieder geval, ik ga gewoon vooral de serie richten op machines maken, want dat vind ik gewoon leuk om te doen. En dan ook echt advanced machines van alles en nog wat. En natuurlijk ook ga ik de mods behandelen die Tackit niet heeft, want je hebt een paar hele vette mods. In de volgende aflevering zal ik er wel eentje laten zien. Dus dit is even een kleine rondleiding. Dus laat in de reacties achter wat jij vindt van zo'n serie. Lijkt het je leuk? Lijkt het je niet leuk? Heb je suggesties? Kom er mee. Ik lees de reacties en als je suggesties hebt, misschien heb ik er wat aan. Dus vergeet niet een groen duimpje te geven, te abonneren en dan zie ik jullie later. Yo!